Zaak Savannah, geen doodslag, maar moord. En Fietsersbond vindt voetgangersgebied onzin. Goedenavond, dinsdag 29 augustus. Dit is U-nieuws. De 16-jarige jongen die vastzit vanwege de dood van Savannah uit Bunschoten wordt verdacht van moord. En dat is nieuwe informatie, want in eerste instantie meldde het Openbaar Ministerie dat ze hem van doodslag verdenken. Begin juni werd de 14-jarige Savannah na 4 dagen vermissing doodgevonden in een sloot op industrieterrein De Kronkels. Diezelfde dag hield de politie de 16-jarige jongen uit Den Bosch aan. En in Bunschoten bij dat industrieterrein staat verslaggever Rick Dogger. Rick, waarom is de verdenking nu aangepast? Ja, vanaf het moment dat Savannah hier in deze sloot in Bunschoten werd gevonden, heeft het Openbaar Ministerie natuurlijk uitgebreid onderzoek gedaan. En een van die dingen die ze gedaan hebben is gekeken naar het internetgedrag van de verdachte. Je moet je dan voorstellen dat ze zijn laptop hebben bekeken, zijn mobiele telefoon. Nou, en uit dat onderzoek is nieuw bewijs naar voren gekomen. En daarom zegt het Openbaar Ministerie nu, nee, we verdenken hem niet meer van doodslag, maar we verdenken hem van moord. En zo'n onderzoek naar dat internetgedrag, ja, dat is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in rechtszaken, zegt ook strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma. Tegenwoordig wel. Er wordt bijna standaard gekeken naar iemands zoekgeschiedenis. En als er termen in zijn te vinden die gerelateerd kunnen worden aan de zaak. En met name ook aan bijvoorbeeld hoe pleeg je een moord, hoe maak je een lijk weg. En zo is er nog een aantal zoektermen te bedenken. Dan kan dat zeker een probleem opleveren. Dan wel een voordeel opleveren voor het Openbaar Ministerie wat het bewijs betreft. Ja, meer bewijs heeft de aanklacht dus verzwaard, van doodslag naar moord. Maar wat is het verschil ook weer precies tussen die twee, Rick? Ja, bij moord dan heb je er echt van tevoren over nagedacht. Je hebt bij wijze van spreken een plan van aanpak gemaakt. En er waren nog een aantal momenten waarop je kon bedenken. Nou, dat is bij doodslag niet het geval. Dat gebeurt vaak in een reflex, in een moment van verstandsverbijstering, zonder daar echt bij na te denken. En is er al meer bekend over wat er is gebeurd met Savannah? Ja, er is vast wel meer bekend, maar dat wordt niet naar buiten gebracht. En het heeft ermee te maken dat de verdachte, een jongen van 16, ja, is dus minderjarig. En dat betekent dat alles achter gesloten deuren plaatsvindt. Ja, en is al bekend wanneer de rechtszaak verder gaat tegen de verdachte? Ja, dat is ook vandaag bekend geworden. Dat is volgende week vrijdag 8 september. Dan gaat de rechtszaak verder. Het gaat dan om een voorbereidende zaak. Ook wordt er besproken of de verdachte langer vast blijft zitten. Maar zoals gezegd, alles vindt achter gesloten deuren plaats. Ja, dankjewel Rick Dogger. Onkruid dat de weg verspert of bomen die op het puntje staan van omvallen. In Stichtse Vecht houden ze hun hart vast. De gemeente kan volgens inwoners meer aan de natuur doen om de boel een beetje veilig te houden. Wat een puinhoop. Jurgen van Engelen is er helemaal klaar mee. Dit speeltuintje in Breukelen is zo overwoekerd door onkruid dat er geen kinderen in kunnen spelen. Het is één grote brandnetelbende. Het is echt niet. Overal ligt onkruid, overal. Ja, ze prikken zich overal aan. Ik vind het gevaarlijk, laat mijn dochter er niet in spelen. Echt niet. En dit voorbeeld staat niet op zichzelf. In heel Stichtse Vecht is het mis. Onkruid, bomen die op het punt staan om te vallen. Inwoners zijn woedend. Omdat er gewoon geen onderhoud wordt gepleegd. En dan komen ze nu, sinds kort, 1 keer in de 14 dagen met een bladblazer. Ja, wat schieten we daar aan op? Ze kunnen onderhand op de straat voetballen, het gras groeit ertussen. Volgens de gemeente ligt het probleem bij de groenaannemer die de boel bij moet houden. Het bedrijf kreeg zelfs al een boete. Maar de inwoners willen nu resultaat. Af en toe durven niet eens tegen de mensen te zeggen waar ik woon. En dan zeggen ze van de gemeente, nou, dat is vervelend om te horen. Doe er dan wat aan. Dit speeltuintje ligt er vanaf morgen anders bij. Politieke partij Lokaal Liberaal gaat morgenochtend een schoonmaakactie houden. Maar daar wordt Jurgen niet warm of koud van. Ja, nou leuk. Ik hoop dat ze het hele jaar komen. En niet 1 keer. Want dan 1 keer heb je echt niet genoeg, hoor. Ik zou zeggen tegen de politieke partij, prettige wedstrijd. Ja. Nou, volgens de gemeente wordt er hard gewerkt om het achterstallig onderhoud op te knappen en nemen de klachten van bewoners af. Kopers bieden vaak meer dan de vraagprijs van een huis. Dat zegt onderzoeksbureau Calcasa. In de afgelopen 15 jaar is er nog nooit zo vaak boven de vraagprijs geboden dan het afgelopen kwartaal. In Utrecht bijvoorbeeld gaat het om 65% van de gevallen. En ook in Nieuwegein en Amersfoort gaan kopers in de jacht op hun huis over die prijs heen. Kijk op onze website voor een overzicht per gemeente.
De Amersfoortse kinderen Howick en Lily worden niet direct uitgezet naar Armenië, nu bekend is waar ze zijn. Dat zegt het ministerie van Justitie. De tieners waren wekenlang spoorloos en daardoor moest de moeder wel naar Armenië zonder haar kinderen. Het ministerie van Justitie zegt dat de voogdijinstelling Nidos een plan moet opstellen en wil Howick en Lily daarna met hun moeder in Armenië herenigen. In Utrecht stond vandaag een 43-jarige Amersfoorter voor de rechter, omdat hij wordt verdacht van het handelen in wapens en munitie. Ook zou hij deel uitmaken van een grote wapenbende. Hij moest voorkomen met 6 andere verdachten uit Amsterdam, Almere en Kampen. De rechter deed nog geen uitspraak, want het ging om een voorbereidende zitting. In Opsporing verzocht vanavond opnieuw aandacht voor een gewapende overval in Houten. Op 10 januari werd een medewerker van een geldtransportbedrijf bedreigd met een vuurwapen door 3 personen in knalgele hesjes. Ze wilden dat hij de deur naar de pinautomaat opendeed. Ook in bureau Hengeveld morgen aandacht voor de zaak. De vorige keer leverde de uitzending wel tips op, maar het leidde niet tot een aanhouding. Hoe beschaafd is de Utrechtse fietser? Om die ene vraag draait een conflict tussen de gemeente en de Fietsersbond. De gemeente wil strengere regels om fietsers en voetgangers uit elkaar te houden. Maar de Fietsersbond vindt dat onzin en voert daarom vandaag actie. Meneer, komt u uw band oppompen? Fietsers met slappe banden hebben geluk vandaag. Vrijwilligers van de Fietsersbond staan op het Utrechtse Domplein, gewapend met fietspompen. Nou, geweldig. Ik zat net op de fiets. Ik dacht, mijn achterband moet wat harder, want op die tegeltjes ging het niet helemaal lekker. Het echte probleem ligt een paar straten verderop, namelijk bij deze route langs de Oude Gracht. De gemeente wil dat fietsers hier overdag niet meer komen, omdat ze een gevaar vormen voor het winkelend publiek. Hier hebben we ervoor gekozen om die voetganger de ruimte te geven. Dat geldt trouwens alleen tijdens winkelopeningstijden, dus vanaf 10 tot 6 uur zijn de fietsers dan op bepaalde gebieden in de binnenstad niet meer welkom. Dat voetgangers daar voorrang hebben, maar dat fietsen niet verboden wordt. Dat Kijk, willen we. Ben ik helemaal mee eens. Ja, heel top. Goede actie. Ook. Ja. De Fietsersbond zet alles op alles om het verbod tegen te houden. Want fietsen moet je niet verbieden, zegt de bond. De gemeente wil het fietsen verbieden tussen het Wet en de Oude Gracht en de postkantoor. Dat vinden we geen goed plan. Veel beter is het om de fietsers weg te lokken met een betere route. Alleen de fietsen die dan echt in de binnenstad moeten zijn, zullen dan langs de Vismarkt rijden. En iedereen weet wanneer het druk is, dus dat doe je ook alleen maar op tijden dat het gewoon kan. Dus dan is het probleem opgelost en hoef je niets te verbieden. Klinkt mooi in theorie, maar zijn fietsers echt zo beleefd om af te stappen als het druk is? En zou een verbod dan wel werken? De meningen verschillen. Soms kunnen ongelukken gebeuren en dergelijke, dus enigszins snap ik het heel goed. Ik denk als je duidelijke scheidslijnen maakt tussen fietsgedeelte en voetgangersgedeelte, dat je daarmee wel een heleboel... een heel eind verder bent. Ik denk dat Nederlanders te eigenwijs zijn en gewoon overal doorheen fietsen. Je kan het maar beter goed regelen. Maar dan wel fietsers en voetgangers allebei toestaan. Ja. De actie levert vandaag dan ook enthousiaste reacties op. Al is het maar omdat de bandjes weer op spanning zijn. Helemaal goed. Hoi. Hoi. Vanavond kunnen Utrechters hun mening kwijt bij de gemeenteraad. En later dit jaar worden er knopen doorgehakt. Het krioelt van de studenten vandaag in Amersfoort. Want daar wordt de Amersfoortse introductiedag gehouden. Eerstejaarsstudenten leren zo elkaar en de stad kennen met allerlei activiteiten. Zoals hier op de Hof. Dit jaar werd de introductiedag niet alleen voor hbo-studenten georganiseerd, maar ook voor mbo-studenten, waardoor het hartstikke druk was in de stad. Voor studenten is de dag een prima start van hun studie. Nou, vooral de mensen leren kennen waar ik straks mee op school kom. Want ik ken helemaal niemand op deze school. Dus zo'n dag leek me daar een mooie mogelijkheid voor. De organisatie van de introductiedag wil van Amersfoort een echte studentenstad maken. We doen heel hard ons best om leerlingen kennis te laten maken met de stad. Dat ze het naar hun zin hebben. Dat ze de Hof leren kennen waar ze uit kunnen gaan. En dat we willen gewoon dat ze ook blijven slapen hier. Gewoon voor hun studentenperiode, dus dat ze een kamer proberen te huren. Dus we proberen heel hard aan de weg te timmeren om Amersfoort echt als studentenstad op de kaart te krijgen. De pret duurt maar even, want volgende week starten de colleges pas weer. Krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. De wind is zwak en het wordt rond de 18 graden. Morgen meer regen, vooral in de ochtend. En minder warm dan vandaag, met temperaturen rond de 20 graden. Kijk voor meer nieuws op onze website of app. En ik wens u een hele fijne avond.